Hoi, en het is superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe techniekles. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een corsage. Ik ga jullie een makkelijke manier laten zien, maar ook een uitgewerkte manier. Een manier waarbij je eigenlijk de corsage uiteindelijk zelfs weer kan uitwerken tot een boeket. In verschillende soorten en vormen. Dus een watervalboeket, een gewoon standaard boeket. Het is echt een techniek van vroeger. En ik vind hem heel leuk om aan jullie te laten zien zoals ik hem altijd doe. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we gauw aan de slag. Allereerst is het belangrijk om te bepalen welk dikte je gebruikt. Ik heb hier gewoon corsagedraad, dat is 0,4 dikte. En dan kan je eerst het blad erachter op draad zetten. De hoofdnep, daar prik je doorheen. Blad op draad zetten staat een aparte video van online. Hou je hem hier vast, sla je hem naar beneden en je wikkelt een van de draadjes eromheen, zodat hij mooi op draad staat. Hier staat een aparte video van online. Dit is de makkelijke versie die vaak in een bloemenwinkel wordt gebruikt. Dan wordt het steeltje van de roos gewoon heel gelaten. Nou, je kan eventueel een beetje gipskruid bij voordoen of een grasje erachter wat je zelf leuk vindt. Eventueel een takje eucalyptus. Dat pak je dan bij elkaar, zoals een klein toefje. Daar gaat dan weer een dun ijzerdraadje omheen. Eventueel kan je er nog een blad voor langs doen als je wil. Maar dat hoeft niet, het is net wat je zelf wil. Dan wikkel je hem bij elkaar. Dan heb je een klein toefje. En die wikkel je af. Je kan eventueel watjes gebruiken. Dan gebruik je gewoon heel dun. Klein beetje watjes onderaan jouw steel. Je knipt hem op lengte. Je doet er watjes omheen. En afhankelijk of jij een magneetje gebruikt of een speldje. Ik werk graag met een magneetje omdat het geen claire beschadigt. Maar let op voor pacemakers en bankpasjes. Vaak wikkel ik hem dan één keer eventjes af met caoutchouc. Je trekt caoutchouc uit en dan wikkel je het eromheen. Totdat alles er mooi vast in zit. Je kan eventueel het magneetje gelijk meewikkelen. Maar ik doe vaak even één ronde met magneetjes. Ik gebruik trouwens altijd de magneetjes van Oasis. Zoals je kan zien zit in zo'n kokertje, er zitten er meerdere in. Dat vind ik altijd best. En dan wikkel je het magneetje mee. Je kan ook een speldje gebruiken, maar dan bestaat er wel kans dat je kleren beschadigt. En met mooie kleren en dure kleren tijdens een bruiloft vind ik dat vaak zonde. Nou, op deze manier heb je dan de standaard corsage. Je kan hem afwerken nog met een lintje eromheen. Nou, hier kan je dus het magneetje achter doen en dan blijft hij gewoon goed zitten bij de mensen. Dit is de makkelijke manier om een corsage te maken, een standaard manier. Maar wat je ook kan doen is op de ouderwetse manier en dat is alles op draad zetten. En dat laat ik jullie nu zien. Je kan dus een uitgewerkte corsage maken. Je kan daarvoor de bloemetjes gebruiken die je zelf wil. Ik vind het altijd mooi bij een corsage om wat fijnere bloemetjes te gebruiken. En wat je dan doet is eigenlijk overal kijken op welke lengte je wil. Je knipt het steeltje af. Je hebt maar kleine stukjes nodig. Straks knip ik hem misschien nog juist op juiste lengte. En dat doe je dan als volgt. Je bepaalt weer de dikte van de bloem. Het is belangrijk dat dat je de dikte niet te dik hebt en te dun. En dat kan je als volgt testen. Je zet het bloemetje zo op draad. Je prikt hem door de steel. Dan pak je hem samen. Dan ziet dat er zo uit. En dan wikkel je weer voorzichtig het steeltje eromheen. En je wikkelt een klein deel van het steeltje mee. Afhankelijk van hoe lang je dus de steel hebt. En dan wikkel je mooi naar beneden, zodat je niet meer verder kan. En als hij zo rechtop blijft staan, dan is jouw dikte goed. Zakt hij naar beneden, dus gaat hij zo, is jouw dikte te
te dun. En als je dik hebt, dan breek je gauw het steeltje af. Dus hou daar rekening mee. Dit doe je met eigenlijk alle bloemetjes. Je kan van tevoren al uitleggen hoe jij jouw bloemetje wil hebben, je corsage. En op die lengte maak je ook, knip je het steeltje af. Want elke keer komt het bindpunt net onder jouw bloemetje. Je kiest een hoofdbloem. Ik doe dan vaak de roos. Die doe ik mooi in het midden. En daar bouw je omheen. En elke keer leg je hem dan hier tegenaan. En dan wikkel je hem eigenlijk een beetje weer korenschoof om elkaar heen. Dus elke keer dezelfde kant op. Deze dus op draag gezet. Dat doe ik ook met de rest. Blad en dat soort dingen zet ik eigenlijk altijd op 0,4. Dit is ook een aardig licht bloemetje. Die zet ik ook op 0,4. Dan wil ik het wel iets hoger op. En als een steeltje te dun is, dan doe je het op dezelfde manier. Dat je gewoon, dan maak je een boogje. Zoals je kan zien, een klein boogje. Die leg je op het steeltje. Dan prik je hem er dus niet doorheen, maar dan wikkel je hem er wel omheen. Zorg dat je hem dan goed meewikkelt. Ook op het eind. Je kan eventueel de bloemetjes ook op watjes zetten. Dat doe je op dezelfde manier. Zet je hem eronder straks als je hem afkaoetjoekt. Maar vaak is dat niet eens echt nodig. Dit disseltje kan je gewoon weer doorheen prikken. Heeft mooi stevig steel. Neem ik een iets dikkere dikte voor, 0,6. Wikkel ik ook weer omheen. En ik zag dat ik deze ook goed even dicht wikkel. Als je straks geen stelen hebt die zo tegen elkaar aankomen. Nou, deze komt er dus iets voor. Het gipskruidje. Wil ik er eens heel kort voor. Ja, dat vind ik mooi, hè? Dit is ook weer zo'n kwetsbaar steeltje. Dus die doe ik gewoon met een boogje. Dan maak je een boogje. Die leg je erop. Pak je de bloemetjes samen. En je wikkelt het langste draadje eromheen. Totdat je niet meer verder kan. Dit grasje wil ik wel iets langer. Het is ook niet zo'n zwaar steeltje. Nou, en dan kan je gaan bepalen. Kijk, je legt elke keer. Het steeltje is net zo lang als jouw steeltje van de roos. Dus je gaat niet verder dan dat punt. Want dan verschuift jouw bindpunt en dan wordt hij uiteindelijk niet zo strak. En je wikkelt hem altijd maar één kant op. Dus dat is belangrijk. Dus je gaat niet alle kanten op. En dan wikkel je het ijzerdraadje er helemaal omheen. En dan ziet het er zo uit. En dat doe je met alle bloemetjes. Je hebt net al een beetje bepaald waar je het neerlegt. Ik begin dus met de achterste. Hier kunnen wel eventjes de bloemblaadjes af. En ik leg hem weer op dezelfde lengte dus. Dus je bepaalt van tevoren de lengte van de bloemen. Je houdt dit punt aan, dus de onderkant van het roosje. En daar wikkel je weer omheen. En je wikkelt dus elke keer weer dezelfde kant op. En dan zul je zien dat de draadjes mooi in elkaar overlopen. Dan krijg je niet zo'n dikke steel. En dat is een beetje hetzelfde als je korenschoof bindt. Het loopt allemaal mooi één kant op. En dan kan je later al nog iets buigen. Maar dan kun je al zien hoe mooi die wordt. Het disseltje hadden we ervoor. Die leg ik ook weer op dezelfde lengte. Dus ik hou de lengte van de roos aan. En ik wikkel weer dezelfde kant op. En daarmee wikkel je hem eromheen. En dan krijg je een hele mooie stevige corsage. Dan hebben we dus nog het gipskruidje. Die wouden we er ook voor. Die leg ik op dezelfde lengte. En die wikkel ik er op dezelfde manier weer omheen. En dan zul je zien dat je bindpunt heel mooi is. Het is belangrijk dus dat je bindpunt niet verspringt. Dat heb ik niet. Dat kun je zien. Want dan kan je hem ook heel mooi afwerken. Ik vind het natuurlijk mooi om er even een blad nog achter te doen. Kijk even op welke lengte ik dat wil. Die had ik ook eerst op draad kunnen zetten hoor. En dan kan je zien dat het heel mooi uitkomt.
gebruik ook een 0,4 voor. Prik er aan de ene kant omheen. Andere kanten weer door. Zoals ik ook in de video uitlegde van blad op draad zetten. Pak hem bij elkaar. Wikkel hem er helemaal mooi omheen. Wikkel het draadje dus weer mooi mee. Pak hem weer samen. En ik heb dus weer de lengte aangehouden van de roos. Dus hier is het eind van het steeltje van de roos. En ik wikkel hem er weer goed omheen. En dat je alles dezelfde kant op hebt gedaan, heb je een heel mooi binnenpunt. En zoals je ziet heb je dan eigenlijk een heel mooi corsage. Wat vaak ook nog wel leuk is, is om een blad dubbel te doen. Maar als je hem gewoon goed op draad zet, dan kan je dat dan al vanzelf. Kies jouw blaadje dan niet te groot, dus zo klein mogelijk blad. Ik gebruik nou Galax, maar je kan bijvoorbeeld ook Hedra gebruiken. Hè? Vaak als ik hem dubbel vouw, dan doe ik het punt waardoor ik hem heen prik iets verder. Pak hem weer samen. Ik had eventjes het draadje of het steeltje moeten afknippen. Het mag mooi kort, want die komt er vooraan heel kort onder. Pak hem bij elkaar en ik wikkel het steeltje nog even mee. Draai ik hem weer op dezelfde manier mooi omheen. Dan kan je hem dubbel buigen. En dan kan je hem er heel mooi tegenaan leggen. En ik draai weer dezelfde kant op. Dat is dus echt belangrijk. Elke keer dezelfde kant op draaien. Heb je een mooie corsage als sheet, dan knip je hem op lengte als je zelf wil. Belangrijk dat je even de stelen goed doordraait. En dan kan je wel vaak zien waar hij stopt met draaien. Daar knip ik hem ongeveer af. Doe het niet met je snoeischaar, want dat is niet goed. Echt even een ijzertangetje gebruiken. En dan kan je daar, je kan eventueel, had je hem op watjes kunnen zetten, maar dat heb ik nu niet gedaan. Dan kun je vanaf daar caoutchouc omheen doen. Een magneetje of een speldje erbij aan kunnen doen. Wikkel je mooi af. En dit hoeft dus niet, maar ik doe wel vaak twee keer, want vind ik fijner. En ik laat jullie mijn manier zien, dus ik doe vaak eventjes zo twee maal eromheen. En dan kan je eventueel een mooi lintje er nog omheen doen. Dat doe ik eigenlijk altijd een beetje met een klein beetje lijm. En dan zie je dat je een hele mooie nette corsage hebt. Het ziet er aan de achterkant zo uit. Hier kan je, heb je een magneetje waarbij die vast blijft zitten. En dan ziet het er heel netjes uit. Je kan eventueel nog Flora Life gebruiken. Deze ja, is een finish voor bloemen wat vocht geeft aan de bloemen. Ik doe dat dan niet op het laatste moment, maar eventjes van de voren. Ik kan hier nog extra vocht opnemen. Wil je sowieso een techniek gebruiken zoals een lijmtechniek, dan associeer ik deze lijm. Echt een hele goede lijm van Oasis. Maar je kan bijvoorbeeld met het lint kan je dat ook gebruiken. Of je gebruikt een lijmpistool, maar pas op dat je dan niet het caoutchouc wegbrandt. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Koud lijm is eigenlijk altijd goed. En ik ben van deze altijd heel, ja, werkt gewoon echt goed. En wat ik dan eigenlijk altijd doe, ik doe een klein beetje lijm aan het begin. En ja, dit kan wel een beetje je corsage maken en breken. Dus zorg dat je dit netjes doet. En ik wikkel dan het lintje eromheen. Ik gebruik nou een roze lintje, maar je kan ja, allerlei soorten lintjes. Je kan ook jute touw gebruiken. Vaak doe ik even tussendoor nog een klein dotje met lijm. En helemaal op het eind doe ik een klein beetje lijm ertussen. Dan knip of snij je het lintje af. En ik let altijd op dat de uiteinde aan de achterkant komt. Dan pak ik aan het eind nog een klein beetje lijm.
En dan hou ik hem even vast zodat hij goed kan aandrogen. En het eind rol ik meestal bij elkaar. Want ik doe vaak onderaan een speldje om het mooi af te werken. Dat zal ik jullie zo laten zien. Laten we even drogen. Vaak doe ik aan het eind even een mooi knopspeldje. Ik heb er een stukje afgeknipt. En dan heb je een heel mooi uiteinde aan je corsage. En is die helemaal mooi afgewerkt om te gebruiken. En op deze manier kan je dan een mooie corsage maken. Let bij magneetjes echt op dat er geen klanten of familieleden of wat dan ook een pacemaker hebben. Want dan slaan ze echt op hol. En niet bij telefoons houden, bankpasje of wat dan ook. En dan heb je een heel mooi corsage die je kan gebruiken. Mannen rechtop, vrouwen op de kop. Dus dan weet jullie dat. En dan heb je iets heel moois om te presenteren. Zij is bijvoorbeeld een bruiloft of misschien als iemand 50 wordt of wat voor feestgelegenheid dan ook. Op deze manier werk je mooi af. Als je deze techniek onder de knie hebt, dan kan je het ook uitwerken tot een boeket. Een boeket waar je eigenlijk alle kanten weer mee op kan. Maar daar neem ik jullie stap voor stap in mee in een volgende video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat hieronder weten wat je ervan vindt. Of je wat hebt geleerd van deze video. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zie je bij de volgende keer weer.